deze week in de Grote ADO-show. Gaan we met de ADO-kids naar Feyenoord. En jij? Ga jij? Ja, volgens mij kan jij alleen maar lachen. John Medley met de fancam. Met deze arm nog zo. En discussieert Alberto er weer lekker op los in het koffiehuis. Dit is de Grote ADO-show. Lekker zo zondagochtend, terwijl het aan het regenen is. Maar we laten ons niet kennen, want we gaan vandaag mee naar Feyenoord, de Kuip. Want daar moet ADO spelen. En we gaan met de ADO-kids dit keer mee. En dat zijn de kinderen die dus voordat de spelers het veld op gaan, meelopen aan de hand. Super stoer natuurlijk. Tigo, Thijs, Gino. En zodra alle kinderen en ouders een plekje hebben gevonden, kan de reis naar Rotterdam beginnen. Ik ben benieuwd of de kinderen er al een beetje zin in hebben. Ja, gezellig zo. Zo, even een busritje. Jongens, waar gaan we naartoe? Feyenoord. Hé, wat ga jij doen? Meelopen. Met wie? Hans. Je gaat met Hansen meelopen? Ja. En met wie wil je dan het allerliefste meelopen? Mike van Duinen. Mike van Duinen. En waarom? Hij is heel goed. Ik doe mij naar Vito Wormgoor. Vito Wormgoor? Waarom hem? Hij is een goede verdediger. Dus kijk, papa's die lopen niet mee, hè? Nee, papa blijft lekker droog zitten. Ja, maar we zijn wel trots, toch? Apentrots. We zijn met de ADO-kids mee, hè? Dat regelen jullie al echt tig jaren. Ja. Jij en Patrick. Ja. Waarom is dat voor kinderen zo bijzonder? Nou ja, kijk, vroeger had je dat helemaal niet. Dat kinderen met de spelers het veld doen liever. En, ja. Jullie maken er wel altijd echt een dagje uit van, hè, voor de kinderen. Ja, ja zeker. Ja, de kinderen moeten naar de zin hebben. Ja, en de ouders moeten het ook naar de zin hebben. En het is altijd gezellig. Daarom toeriken. Televisie is er altijd. En, ja, soms gaan er ook ouders mee die er al jaren meegaan ook. Net zoals wij het doen. Een beetje man onderling en een beetje slappe ouwe hoeren over voetbal. En je weet hoe het gaat. En hoop je nou dat je eigen zoon nou ooit eens een keer in een ADO-shirtje rondloopt, daar is op het veld? Dat zal wel gaaf zijn, ja. Dat zal echt ideaal zijn als we dat voor elkaar krijgen. Ik heb er nog eentje in naam zitten, dus als dat ook nog een talentje wordt, dan zal het wel leuk zijn als we allebei later in het stadion lopen. Dus dat zal geweldig zijn. Hey, en als je dan mee gaat lopen, heb jij dan al een beetje bedacht hoe je erbij wil gaan lopen? Nee, dat niet. Ga je lachen of ga je heel stoer kijken? Een beetje allebei. Een beetje allebei? Ja. En jij? Ga jij? Ja, volgens mij kan jij alleen maar lachen. Ja. Kan je stoer kijken? Ja. Laat eens zien. En laat eens nu op de camera zien. Ah, ik vind het wel een mooie blik hoor, om zo meteen mee te lopen. Hey Danny, we zijn onderweg naar de Kuip. Wat natuurlijk altijd wel iets extra's heeft. Kan jij dat uitleggen wat dat dan is? Ja, ze zeggen het altijd van de Kuip, ja, het mooiste stadion is. En dat kan je als ADO-supporter eigenlijk niet zeggen, maar ja, het is wel zo. Die sfeer die er hangt. Ja, het is gewoon, voel je weer een klein kind. Zometeen komen we aan bij de Kuip en is dan eindelijk het grote moment daar. De ADO-kids staan hand in hand met hun idolen. Maar nu eerst de fancam, want die gaat deze week mee met John Medley. Zo, loopt die? Ik zie die. Loopt die nou niet? Ja, goedemorgen. Hier woon ik. Ja, ik zal straks even voorstellen wie ik ben. Doei! Zo, een hele goede morgen vandaag. Het is D-Day. Tenminste, D-Day. We gaan tegen Twente. Ik neem jullie even mee vandaag. Nou, we zijn in de kamer van mijn zoon aangekomen. Nou, deze heb ik natuurlijk van Lex Schoenmaker gehad op het veld. En certificaat van het eerste stuk gas. Ik heb een hele grote complicatie toen laten maken met alle foto's van de spelers van het Dreamteam toen we Europa gingen. Maar wat ook leuk is, wat de mensen niet denk ik zo gauw weten, is deze heb ik toen gehad op mijn cd-prestatie van Jongen van de Straat. Maar dit shirt, als je dit shirt ziet, denk je dat is een oud shirt, dat klopt. Dat was toen we promoveerden met Rinus Israël. Daar heb ik ook alle handtekeningen van. En Santi Kolk, wie kent hem niet. Strakkie, doe eens mooi. Deze heb ik toen laten ontwerpen. Een paar keer naar Juventus geweest met de fansupport van ADO. Ja, deze arm nog zo. Groen-gele wangetjes. Groen-gele klaver 4. Ja, dit is nog mijn oude bomberjack.
Niet te geloven, hè? Zo, we zijn aangekomen bij Koffiehuis Leo. Nou, wie kan Koffiehuis Leo niet in Den Haag? Leo, lekker hoor, broodje warm. Kijk, dat doen we een paar keer in de week hier bij Leo. Broodje warm vlees. Ja, kijk eens, ik zie hier het sjaal weg. Kijk eens, dames en heren. 110, dat is vandaag aan de hand allemaal. Kijk, de juiste aanwijzing. Jij mag hem even van mij. Kijk eens, dames en heren, daar hangt hij. Als het moet, doen we het goed, doen we het goed. En dames en heren, we gaan nu naar het stadion. Ja, dat was natuurlijk een hit. Dat is de nieuwe hit doen met Jacques op het veld. Kijk, achterin is ook een hoedekinnetje. Kleintje. Zo jongens, daar zijn we. Kijk eens thuis. Ja, het is heel druk vandaag, maar dit is ons Henk. Die regelt alle parkeerproblemen. Helemaal. Gefeliciteerd. Hey, maar kun je één keer voor ons zeggen, jagen, jagen op die bal? Even één keer voor de fun. Jagen, jagen op die bal. Jagen, 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 ze lopen in de val. Wat zegt u, meneer? Lekker broodje worst erbij. En we zwaaien naar TV West. Ja, wat gaan we doen vandaag? Winnen! Winnen! Hey! Feestje ballen! De Bami-hapjes lijken te smaken en met volle maag kan er naar de wedstrijd geleefd worden. Maar voordat het eerste fluitsignaal klinkt, gaat John samen met Jacques Brouw zijn nieuwe single zingen op het veld. Elke keer de fancam mee naar een thuiswedstrijd? Geef je dan op via de grote ADO-show @omroepwest.nl. En wie weet krijg jij de ADO fancam mee. Vlak voor de transfer deadline trok ADO nog twee spelers aan. De Oekraïner Alexander Yakovenko komt over van het Italiaanse Fiorentina. En Wilson Eduardo wordt gehuurd van Sporting Portugal. Voor Eduardo is ADO de zevende club waaraan wordt verhuurd. Maar ondanks dat de Portugees regelmatig van club verhuist, wil hij graag meer weten over ADO Den Haag. En waar kan het beter dan in het ADO Museum? Het is very, very strange, this language. It's too much for me. I will start the lesson for know some things, for know a few words, and it's better. He work here, no? In the club. Yeah, I know. He play here or coach? Eduardo mag ADO dan niet zo goed kennen. Wij weten ook weinig van hem, behalve dat hij opgroeide in Porto. I lived there like 14 years. Then after this, my parents separate, and I go with my mom to Lisbon, and I change club to Porto to Sporting, and I have two brothers. One play in Sporting, the first team. And another play futsal. It's a good club, what the women's. Zijn familie zal Eduardo voorlopig minder zien, want voor de zevende keer in 8 jaar is hij verhuurd. Maar ook dat went. When I start playing the professional, the club think it's better to play in another team, in the first division. And for me is good, because I need to play. If stay in Sporting and stay in the bench is not good for me. De enige bank waar Wilson Eduardo wel graag op zit, is de bank in zijn hotelkamer. Want aan het weer in Nederland moet hij toch nog wel een beetje wennen. It's cold, yeah, it's cold. Here is more cold than Portugal. But it's okay. For me it's no problem, because when I don't training, I stay home. It's better. Elke week in de grote ADO-show in samenwerking met Fox Sports en kijk je in het leven van ADO-icoon Lex Schoenmaker. In 1988 krijgt Lex een zware tegenslag te verduren. Zijn broer Harry berooft zich van het leven op een bankje in een park in Voorburg. Met Lex gaan wij terug naar de plek des onheils. Ik kwam terug van de training bij Feyenoord. Ik was het eerste jaar dat ik bij Feyenoord assistenttrainer was. Samen met Rinus Israël. Ja, en toen hoorde ik het s'avonds dat hij een ongeluk had gehad. Maar toen wist ik nog niet zeker. De volgende dag wist ik het wel zeker.
Want toen wilde ik natuurlijk gelijk naar het ziekenhuis toe. Ja, en toen moesten ze wel vertellen wat er aan de hand was. In het begin heb je daar niet zoveel, mee. Omdat ze niet precies zeiden wat er gebeurd was. Ja, maar later was het natuurlijk zo dat we hoorden dat hij met een omgebouwd alarmpistooltje zich van het leven beroofd had. Zijn vrouw heeft besloten om de stekker eruit te trekken, want ja, er was zoveel hersenschade dat daar niks meer mee te doen viel. Tot op de dag van vandaag weten we nog niet van waarom en wat er gespeeld heeft. En, het blijft gewoon gissen. Zeker toen ik begon bij de jeugd. En natuurlijk dat ik mijn aarde doorbrak, ja, dan was hij altijd wel, dan was hij altijd bij. En ook toen ik naar Feyenoord ging, ja, dat vond hij natuurlijk prachtig. En later werd ik trainer en ik kreeg een zoon, die heette Lex Junior. Ja, en die groeide bij hem eigenlijk op de camping, groeide die op. Dat was eigenlijk, die waren we 6 weken kwijt en dan bleef 6 weken bij zijn oom Harry op de camping. Dus ja, het blijft toch altijd moeilijk om over te vertellen, maar ja, het is eenmaal zo, het is gebeurd en we konden niet meer terugdraaien. We hebben in de familie al, was het heel erg not done als je erover sprak, want niemand wist toch wat er aan de hand was. Ik mis hem heel erg. Maar ja, de ene zegt het is lef en de ander zegt het is laf. Het is maar hoe je het bekijkt. Ik vind het altijd moeilijk om over anderen te oordelen. Ik heb er ook nooit mee voorop gelopen. Niemand heeft het leed gezien wat je had. En er is natuurlijk wel meer gebeurd in onze familie. Maar dit was wel een kleine schaduw, moet ik eerlijk zeggen. Hoe is het voor jou nu om hier weer eens te zijn? Beetje vreemd. Beetje vreemd, ja. Want we hadden wel een band die heel close was en we leken al een beetje op elkaar. En er zat maar 3 jaar tussen, dus ja. Het is een beetje wel vreemd. Het is ook de eerste keer dat ik hier na zo'n lange tijd ben. De cijfers in speelronde 20 zijn als volgt. Op 3, Mike van Duinen, de doelpuntenmaker, scoort een 5,6. Op 2, invaller Mitchell Schret. We zien hem weinig in het klassement van de Speler van de Week. Hij scoort een 5,7. En de ADO-speler van deze week is Vito Wormgoor. De verdediger speelde een sterke wedstrijd en scoort een 6,2. Het klassement aan kop nog altijd doelman Martin Hansen. En op plek 5 binnengekomen Vito Wormgoor met een 5,6. Wil je de volgende keer op mij stemmen? Stem dan hier. Komt er? Stem dan hier. Terug naar de ADO-kids die inmiddels zijn aangekomen bij de Kuip. En waar de spanning nu toch wel een beetje begint te komen. Heb je een beetje kriebeltjes in je buik dat je denkt, ik moet straks dat veld op? Ja, dat wel. Het moment is zover, we gaan de Kuip in. Kinderen moeten omkleden en daarna dus het veld op. Zo kan het natuurlijk ook, hè, dat je gewoon de kleedkamer deelt. Feyenoord en ADO. Gaat prima. En wanneer iedereen is aangekleed, worden de kinderen nog even bijgespijkerd over wat ze wel en niet mogen doen op het veld. Dan kom ik bij een tweede belangrijke regel. Is dat wel hand in hand? Als kameraden, naar de overkant gaan. Jongens, zijn we er klaar voor? Ja! Dan is eindelijk het grote moment daar. De kinderen mogen het veld op van de Kuip.
weer zijn bijgekomen van het verlies in Rotterdam, duiken we snel weer het koffiehuis in om eens lekker te gaan discussiëren over, je raadt het al, ADO Den Haag. Hi, wat een feest, hè? Heerlijk, hè? Overwinning ADO aan het nieuwe shirt te danken. Het jubileumshirt. Ik denk het totaalplaatje. Ja. Vol stadion, spandoeken, feest, nieuwe spelers, nieuw shirt. Wang op de tribune. Wang op de tribune. Heb u meneer Wang zien juichen? Ja, zijn wangen gingen heen en weer. Ik wil niks zeggen, maar die man is heel betrokken. Ja, hij is heel... Bij ons ook. Handtekening uitdelen, foto's. In het supportershome met een biertje stond hij. Knap, hoor. Ja, ik vind het echt... Het heeft wel lang geduurd. Topman. Ja. Ja? Voordat het allemaal rond was? Ja, rond was. Dat vond ik even. Ja, dat was om te jennen. Het toont toch mooi? Het is geweldig. Ja. Ja, wat we, vind je het shirt tonen of die spelen? Allebei. Ja, hè? Zijn die shirtjes ook nog uit de jaren 60? Ja, ja, dat is een retro. Ja, in die tijd hadden ze allemaal die... Arjen en Keizaert. Ja. Uit die tijd. Vind je dat we daar, want het is een jubileumshirt, moeten we daar één keer in spelen of moeten we gewoon alle thuiswedstrijden dit seizoen in dat shirt spelen? Als het mag ja? Met dat touwtje, dan... Hoezo mag met het touwtje? Nou ja, ik kan me wel iets voorstellen dat er een speler zich kan baseren daaraan. Snow? Nee, niet buiten. Er was sprake van dat Snow zou komen. Ja, nou, ik heb hem voor het laatst bij RKC zien voetballen. Ja? RKC heeft hij gezorgd dat RKC erin bleef. Ja. Zaterdag werd er door alle media, 's avonds op Twitter en noem maar wat, verteld. Snow die komt naar Den Haag. Ja. Bij ADO zeiden ze nog helemaal niet in, die hielden de mond dicht. En dan hoor je ineens maandag of dinsdag, hij is nog niet gekeurd. Hij zal maandag gekeurd worden. Dat las ik ook. Ja. Gaat niet zo hard. Nee, waarschijnlijk is hij niet zo fit en dan duurt de tijd voordat hij bij het ziekenhuis is natuurlijk. Moet hij rennen. Maar is dat eentje die we nodig hebben? Ja, waarom niet? Hij heeft bij RKC gezorgd dat ze erin bleven. In zijn eentje, vond ik. Ik vond het een van de betere spelers toen van de Eredivisie. Ja. Ja, ja, en toen hij kost niks. Ja. Ook gelukkig geen verstand. Maar hebben we die nog nodig? Ja, hij kost niks, alleen een salaris. Gewoon speelde, krijg je dat. Betalen met Bami-appies ook. Ja, altijd. We gaan alles vanaf nu betalen we met Bami-appies. Ja. Kikken, hoeveel Bami-appies krijg je van me? Ja. Ja. Je hebt hier nog nooit afgerekend, joh. Nee. Volgende week zijn we er weer met een gloednieuwe aflevering van de Grote ADO Show. Wil je de aflevering nog een keer terugkijken? Kijk dan op onze website en vergeet onze Facebookpagina niet te liken. Tot volgende week. Ciao!